Deze week op de rollenbank de Laguna van Eduard. Eduard, ja, het eerste wat ik altijd aan Laguna-eigenaren vraag is, doet hij het een beetje? Ja, doet het zeker. Ik heb eigenlijk nul problemen met deze auto. Dus, Heb je hem al lang? Ik heb hem denk ik 1,5 jaar nu. Hey, vertel eens, het is niet zomaar your average gezinsstationwagen, hè? Wordt hier wel voor gebruikt onder andere, maar nee, het is een 2 liter turbo GT. Standaard 204 pk geven ze op, dus ja, er zitten wat verschillen aan dan een gewone Laguna. Ja, het is echt een wolf in schaapskleren dus. Ja, de menigeen zal het niet zo gauw zien, denk ik. Hey, wat denk je dat erin zit aan vermogen? Ik hoop dat hij wel de om de beide 200 haalt, maar ik heb echt geen idee. Ga het meemaken. Het is voor mij de eerste keer dat ik het zoiets doe, dus wie weet. Meten is weten, we gaan er eens aan beginnen. Ja, graag. Ik ben benieuwd. Gijsbert, ik maakte me even ongerust, want we hebben hier een turbo-auto, maar je hebt de slang niet voor de auto gezet, voor de koeling. Nee, klopt. Nee, uiteindelijk ligt dat een beetje aan waar uiteindelijk de locatie van de intercooler is. Okay. Dus of het noodzakelijk is om die los met een slang, ja of nee, zeg maar, van lucht te voorzien. Maar dat is bij deze niet nodig. En uiteindelijk wel met de laptop houden de luchttemperatuur, zeg maar, in de gaten. Dat als we met meten, zeg maar, hem niet te heet maken, want dan zou je te veel vermogensreductie hebben. Vanwege gewoon puur mechanisch gezien dat er minder zuurstof in een kubieke meter past die warmer is. Ja. Hey, en de meting, die is nogal meegevallen, hè? Ja, gewoon perfect. Gewoon heel goed eigenlijk. Gewoon bijna 20 pk te veel uit mijn hoofd zo en 50 Nm te veel. Dus hij doet het bovenmatig. Ja, ik kan BMW'tjes pesten met deze Laguna. Ja, oké, BMW'tjes pesten, ja. Eduard, jij mag niet ontevreden zijn volgens mij. Nee, zeker niet. Hij doet het boven verwachting volgens mij. Ja, is er wat aan getuned? Nou, zover als ik weet niet. Hij doet goed zijn best. Ja, ja. Gijsbert die zag ook geen dingen waarvan hij dacht er is aan gerommeld. Nee, volledig origineel. Dus goed ingereden waarschijnlijk door de vorige eigenaren. Je zegt hij kan tot 240 pk. Ja, als je een beetje opzoekt op internet. Dan menig tuner zegt plus minus 240 aan pk's. Als je hem laat chippen. Overweeg je dat wel eens? Wel eens, maar ik vind het nog wel redelijk prijzig soms. 500-600 euro is wel redelijk normaal voor het chippen. En ja, het blijft toch een gezinswagen. Hè. Ik heb ook de kinderen erin, dus af en toe moet je rustig rijden. Ja. Ja, ik vind het echt een supermooie auto en echt een onverwachte uitvoering ook. Dus ik wens je er veel plezier mee verder. Ja, dankjewel. Het komt goed.